Na het berekenen van het transmissieverlies in de vorige video gaan we in deze video verder met het berekenen van het ventilatieverlies, het warmteverlies door ventilatie en door infiltratie. Dat is de koude lucht die de woning inkomt en die vervolgens opgewarmd moet worden. En dat kost uiteraard energie. Als die lucht met een temperatuur van 5 graden de woning binnenkomt, moet die opgewarmd worden naar de temperatuur die ingesteld is op de thermostaat, bijvoorbeeld 20 graden. En daar gaat energie in zitten. Dat kunnen we uitrekenen. En we gaan in deze video kijken hoe we dat kunnen doen. Ventilatie is afhankelijk van een aantal onderdelen, een aantal aspecten, verschillende aspecten. Onder andere dus de luchtdichtheid van het gebouw. Die bepaalt de mate van infiltratie. En voor bestaande bouw is dat meestal redelijke hoge waarde, omdat we toen nog niet goed nadachten over het luchtdicht bouwen. Dat is pas sinds de laatste jaren is dat onder de aandacht gekomen. Dus bij nieuwbouw worden daar eisen aangesteld. Maar vroeger werden daar weinig tot geen eisen aangesteld. En die woningen zijn ook vaak niet luchtdicht. Was ook bedoeld ook voor ventilatie, maar tegenwoordig willen we daar controle over houden. En kiezen we dus voor een ventilatiesysteem. Het type ventilatiesysteem bepaalt uiteraard ook hoeveel ventilatielucht die woning binnenkomt. We hebben de natuurlijke ventilatie, mechanische afvoer of we hebben te maken met balansventilatie vaak in nieuwbouw. Woningen. En bij die laatste kunnen we nog warmteterugwinning toepassen. Uiteraard speelt het gedrag van bewoners ook een grote rol in de mate van ventilatie. Worden de ramen wel of niet opengezet? Worden die roosters in de winter misschien dicht gedaan omdat het te koud is? En wat voor type ventilatiesystemen? Wat is het gebruiksgemak van het ventilatiesysteem? Nou, daarnaast bepaalt uiteraard ook de windsnelheid en de windrichting de mate van koude lucht die de woning inkomt. Hoe harder het waait, hoe meer druk er op die gevel uitgeoefend wordt of op je ventilatierooster, hoe meer lucht er natuurlijk ook die woning binnenkomt. Nou, dit alles samen maakt dat het vrij lastig is om exact te bepalen hoeveel warmte we verliezen door het opwarmen van die koude lucht die de woning binnenkomt. Dat betekent dat we altijd hier een schatting voor moeten doen. En dat gaan we ook in deze berekening doen, omdat we met de hand doen, gaan we daar dus een schatting voor maken. Nou, hoe ziet die formule er dan uit om het te kunnen uitrekenen? Dat kunnen we uitrekenen omdat we eigenlijk wel weten wat de warmtecapaciteit is van lucht. Dat is deze rho maal c die we hier in de formule zien. Dat is de warmtecapaciteit van lucht. Dat geeft aan dat er 1200 joule nodig is om 1 kuub lucht 1 graad te verwarmen. Dus het kost 1200 joule aan energie om 1 kuub lucht 1 graad omhoog te brengen in temperatuur. En die K is natuurlijk voor Kelvin. Wat hebben we dan nog meer nodig? We zien hier eigenlijk iets wat we ook al bij het transmissieverlies gezien hebben. De aantal graaduren die spelen ook hier weer een rol, omdat we uiteraard weer kijken over het hele stookseizoen. Dus we kijken het over de hele winterperiode en willen we hem weer uitrekenen. En dan zien we dat we met dezelfde graaduren rekenen als bij het transmissieverlies. Nou, om uit te rekenen hoeveel energie dat ons kost, moeten we uiteraard ook weten hoeveel kuub lucht moeten we dan moeten we gaan verwarmen. Dus dat zien we in de term die ernaast staat. Dat is die N maal V, is het aantal kuub lucht. En dat staat gedeeld door 3600 en dat is een beetje afhankelijk van in welke eenheden we aan het rekenen zijn. Dat is een grote valkuil bij deze berekening, zodat je hier goed moet opletten in welke eenheden we rekenen. En we willen namelijk weten in kubieke meter per seconde. Waarom kubieke meter? Kubieke meter is omdat we die warmtecapaciteit per kuub weten. En we willen per seconde weten, omdat we uiteindelijk in de eenheid watt. En dat was weer die joule per seconde. Dus vandaar dat we hem invullen in kubieke meter per seconde. En afhankelijk van wat je hem hebt, moet je hem dus soms delen door 3600. V is dan je volume van je woning. En N is het aantal keer dat zo'n ruimte ververst wordt met verse lucht. We komen zo nog met een voorbeeld op. Ga ik daar verder op in. Eigenlijk wat we hier zien is dus de capaciteit van hoeveel energie kost het om 1 kuub lucht. We moeten vermenigvuldigen met hoeveel kuub lucht per seconde we die woning inkrijgen. En uiteraard is het temperatuurverschil van belang, omdat we willen weten hoeveel graden moeten we die lucht dan verwarmen. We hebben hier een klein rekenvoorbeeldje, wat eenvoudiger rekenvoorbeeld.
We hebben een binnentemperatuur van 19 graden. Buiten is het op dat moment 4 graden. De lengte van het stookseizoen is 5100 uur. En de hele ruimte wordt één keer per uur ververst. En die ruimte heeft een volume van 450 kub. Dus dat betekent dat we voor deze woning 450 kub lucht per uur aan verversing hebben. En dat betekent dat elk uur 450 kub verse lucht die woning inkomt van 4 graden. Nou, als we dat allemaal weten, dan die rho mal c, dat is gewoon eigenlijk eigenschap van lucht. Rho mal c wordt dan 1200. N mal v, we zien hem hier, is 450, maar dat is per uur. En die willen we per seconde weten, dus die delen we in dit geval door 3600. Die graaduren kunnen we dan uitrekenen door 19 min 4 maal 5100 van je stookseizoen. En wat krijgen we daar dan uit? 11,475. Dus een behoorlijk groot getal. Maar als we dat nog delen door 1000, omdat we hier wattuur uitkrijgen, is het over het jaar dus 11.475 kilowattuur thermisch. Daar kunnen we ook kosten aan koppelen, als we weten hoeveel het uiteindelijk kost. Dit heb ik in de volgende staan. We zien hier dus nog duidelijk, het debiet in seconden is 0,125. En we komen uit op 11.465 kilowattuur per jaar. De kosten daarvoor, als we het omrekenen naar kub gas, komen we uit op ongeveer 800 euro per jaar wat het kost om die woning eigenlijk te ventileren en op temperatuur te houden. In sommige nieuwe woningen passen we balansventilatie toe met een warmteterugwindsysteem. Nou, daar moeten we natuurlijk rekening mee houden als we dat gaan uitrekenen. Op het moment dat we met warmteterugwinning gaan rekenen, dat zal met name in de verduurzamingssituatie kunnen plaatsvinden, betekent dat we een deel van die warmte weer terugwinnen. En eigenlijk komt erop neer dat de temperatuur die je dan inblaast warmer is dan de buitentemperatuur, waardoor je een stuk energie kan besparen. Dat nemen we mee in de factor rendement. En die zien we met de onderste formule met WTW. Dan zien we dat we 1 min rendement in de formule moeten toevoegen. Het rendement van warmteterugwindsystemen ligt tussen de 60 en de 90% afhankelijk van het type. En dat betekent dat je dus nog een ventilatieverlies van 40 tot 10% ongeveer overhoudt. Als we nu bij de vorige berekening een WTW gaan toepassen met een rendement van 70%, dan houden we dit allemaal hetzelfde. Alleen zien we dat we 70% van die warmte terugwinnen. Dus we houden nog maar 30% energie over. Dus ik moet dit vermenigvuldigen met 0,3. En als we hem dan weer omrekenen naar kilowattuur, zitten we op ruim 3400 kilowattuur, wat we dan nog aan energie kwijt zijn voor ventilatie. Dus dat kan behoorlijk schelen en oplopen als je dat elk jaar terug kan verdienen door je WTW-unit. Als we daar de kosten van uitrekenen, we zaten eerst op ongeveer 800 euro per jaar. En nu kost het ons nog maar 240 euro per jaar. Dus op die manier kan je ook uitrekenen of een investering in een WTW-unit rendabel is of niet op basis van de ventilatieberekening. Hoeveel warmte win je terug en wat is het ten opzichte van als ik die warmte niet terugwin? We hebben net gekeken naar ventilatie. Daarnaast hebben we ook te maken met infiltratie.
Het is belangrijk om daar dus een goed verschil tussen te maken. Dat werd vroeger wat minder gedaan en werd infiltratie ook gebruikt voor de ventilatie. Maar dat willen we in de energiezuinige gebouwen niet, want daar willen we de ventilatie dus onder controle hebben. En we willen dus bewust verse lucht toelaten om die binnenlucht te verversen. Dat kan door roosters of een WTW-systeem, maar ventilatie is altijd nodig. Infiltratie willen we daarin beperken, omdat we daar dus geen controle over hebben en dat is niet bewust doen. Dat is vaak via kieren en naden die toch wel in gebouwen aanwezig zijn, maar die kunnen we met goede bouwtechnieken, goede detailleringen, kunnen dat zoveel mogelijk voorkomen en kunnen die infiltratiefactor dus verkleinen. Bij verduurzaming gebeurt het vaak automatisch, omdat je je kozijnen en, gaat vervangen en je isolatie verbetert, waardoor ook de infiltratie een stuk afneemt. Dus dat is belangrijk bij het renoveren van woningen, om goed te kijken naar het ventilatiesysteem en dat ventilatiesysteem dus goed op orde te brengen, omdat je je infiltratie dusdanig gaat verminderen, dat je dat moet compenseren met je ventilatie en dat je ventilatie dus minimaal moet voldoen aan het bouwbesluitniveau. Elk gebouw heeft kieren en naden. Dat is altijd zo. We kunnen niet helemaal luchtdicht bouwen. Dat is gewoon niet mogelijk. Je hebt bijvoorbeeld draaiende delen. Die zijn er altijd. Dat is vrij lastig om dat gewoon helemaal luchtdicht te krijgen. Maar de naden en kieren kunnen wel zo klein mogelijk houden en goed afdichten. En op die manier kunnen we toch redelijk goed luchtdicht bouwen tegenwoordig. Nou, dan gaat het om hoe gaan we dan die infiltratie ook in de berekening meenemen, want uiteraard moeten we dat ook doen. Zeker voor de bestaande situatie zal de infiltratie een aanzienlijk aandeel hebben in het warmteverlies. Waarom willen we het ook verkleinen? Omdat we op de infiltratie ook nooit warmteterugwinning of iets kunnen toepassen. En op ventilatie kunnen we dat uiteraard wel. Infiltratie, daar gebruiken we in Nederland de QV10-waarde voor. Dat is de mate van kierdichtheid of luchtdichtheid van een gebouw. De QV10, de QV staat voor ventilatie. De 10 staat voor het drukverschil waarmee we in Nederland de berekeningen doen en de metingen uitvoeren. In andere landen hebben ze nog wel eens een QV50. Daar hebben ze een groter drukverschil. 10 is voor 10 pascal drukverschil. En in andere landen waar ze dus 50 gebruiken, gaan ze uit van een groter drukverschil en hebben dus 50 pascal. Maar de Nederlandse wet en regelgeving gaat uit van een QV10 waarde. Die staat ook in het bouwbesluit. Die QV10 kunnen we meten op het moment dat het gebouw er staat. En dat wordt gedaan met een blower door test. Die zien we op de afbeeldingen hieronder. Dat kan je dus pas doen als het gebouw er echt staat. Maar het is zonde als het gebouw er eenmaal staat en het blijkt niet luchtdicht te zijn. Dan is het vrij lastig om luchtdichte oplossingen te bedenken. Dus uiteraard moet je dat vooraf al goed bekijken. En de detailleringen goed bekijken om te kijken waar je luchtdichtingen gaat uitvoeren. Dat betekent dat we ook hier wel een schatting voor moeten maken voor de berekening. Daar heb je best wel wat kennis en ervaring voor nodig. Dus ik ga jullie helpen met het maken van een schatting voor deze cursus. Nou, die blower door test, die kunnen we niet gaan doen, helaas. Bij de specialisatie duurzame transformatie en renovatie gaan we daar verder op in. En als dat allemaal mogelijk is, dan kunnen we daar ook een blower door test uitvoeren. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan voor deze cursus een aanname doen. Voor de berekening. En dan zie je dat het afhankelijk is van het bouwjaar van je woning, welke waarde je gaat aannemen. Voor de woning in het voorbeeld, die ik straks ga gebruiken, die zit tussen deze jaren, 1970 en 1990. En dan zien we dat we een QV10-waarde van tussen de 1,5 en 2,5 moeten hanteren. QV10, en die is de eenheid daarvan, zien we hier, is kubieke decimeter per seconde. Per vierkante meter vloeroppervlak. Je kan ook nog kijken naar de grafiek die erbij staat. Als je net het bouwjaar pakt. En dan heb je een type woning, een tussenwoning, eind- of hoekwoning. In dit geval de voorbeeldwoning is een eindwoning. En we zitten ongeveer op 1985. Dus dan zitten we eigenlijk daar ongeveer. Dus dan zitten we iets boven de 2,0. Die gaan we straks in het voorbeeld gaan we die gebruiken om die toe te passen.
wel een aantekening inderdaad. Op het moment dat de woning al een keer gerenoveerd is in de schil, dan moet je het bouwjaar pakken voor de renovatie. Uiteindelijk is het dus een maatwerk, wordt er gezegd. Er zijn heel veel verschillen in de mate van luchtdichtheid. Dus dit is en blijft altijd een aanname, zolang je geen blauwe doortest kan doen. Dus inderdaad, de woningen uit de jaren 70 die zijn er van 1,0, maar ook woningen uit 2016, waarbij ze een QV10 van 1,5 hebben. Dus het is vrij lastig om dat goed in te schatten. Dan gaan we nu verder met de rekentool om het daar in te vullen. Dan gaan we het ventilatie- en infiltratieverlies berekenen met de rekentool. Dat betekent dat je het bouwjaar van de woning straks nodig hebt. Je moet weten wat voor soort ventilatiesysteem er is. En bij analyse woonhuis heb je een ventilatiebalans gemaakt. Die heb je nodig om het aantal kuub per uur te kunnen bepalen. We gaan nu kijken hoe we hem in de berekening gaan invullen. We gaan dus hier ventilatie en infiltratie invullen. Voor de oplettende kijker, die heeft misschien gezien dat ik bij de transmissieverlies de RC-waarde van het dak niet heb aangepast. Die stond op 1,0 en die had ook naar 1,3 gemoeten. Dus die heb ik bij deze aangepast. Voor deze woning ben ik uitgegaan dat alle geveldelen de RC-waarde hadden van de toen geldende eisen van 1,3 voor dat bouwjaar. Voor de ventilatie ga ik beginnen met die infiltratie. Daar zit wat rekenwerk aan vast. We hadden net gezien dat we in 1985, nou laat ik zeggen dat we dan op die 2,1 kubieke decimeter per seconde per vierkante meter zitten. Voor het berekenen dus van de infiltratie hebben we dus wat gegevens nodig. Ik heb in die grafiek opgezocht dat de QV10-waarde 2,1 kubieke decimeter per seconde per vierkante meter is. De woning heb ik uit de energieberekening gehaald. Het heeft een oppervlakte van 114,2 vierkante meter. Dus dat is de netto vloeroppervlakte. Dat betekent dat ik die als eerste met elkaar moet vermenigvuldigen. Dus voor deze woning geldt 239,82 kubieke decimeter per seconde. Dat willen we in kubieke meter per seconde hebben. Dus we delen hem door 1000. Dan is de infiltratie voor deze woning 0,23982 kubieke meter per seconde. Dus we hebben net dat getal berekend. En nu zien we dat we hem hier eruit moeten krijgen. Dat betekent dat we op een andere manier gaan invoeren omdat de Excel anders is ingesteld. We zien hier N maal V gedeeld door 3600. Dus we hadden net in de PowerPoint de formule gezien dat we 1200 maal aantal kubieke meter per seconde moeten doen maal de graaduren. En die N maal V wordt daarna nog gedeeld door 3600. Dus wat ik doe, is het getal wat ik net heb uitgerekend, 0,23. Die vullen we hier in. 0,23982. En dat vermenigvuldig ik met 3600. Omdat die in deze kolom weer gedeeld wordt door 3600. Dus die zit er al in. Dus die kan je er ook wel uithalen. Maar dat betekent dat we hier deze eruit moeten halen. Maar dat doen we hier niet. Dus ik heb hem hier vermenigvuldigd met 3600. En dan wordt hij hier omgerekend naar kubieke meter per seconde. En dan hebben we hier het verlies door middel van infiltratie. Dan gaan we kijken naar de ventilatie. Het is een bestaande woning. Op basis van de ventilatiebalans zou je het bouwbesluitniveau kunnen invullen hier. Dan kom je redelijk hoog uit in je verlies, denk ik, omdat een deel van die ventilatie gerealiseerd wordt door de
infiltratie. Dus dat betekent dat we hier ook een aanname voor gaan doen. In een nieuwe situatie ga je hier bouwbesluitniveau invullen. Maar voor deze situatie gaan we hier een aanname doen. Dus voor de ventilatie stel dat ik hem eventjes... ik heb geen ventilatiebalans, hier hebben jullie natuurlijk wel, maar ik heb hem van deze woning niet. Even grof uitrekenen, 114,2 vierkante meter, maal die 0,7 kubieke decimeter per seconde wat in bouwbesluit staat, kom ik uit op 79,8 kubieke decimeter per seconde. Als ik het omreken naar kuub per uur, kom ik uit op 287,3 kuub per uur voor deze woning. Laat ik voor nu de aanname doen dat de helft daarvan dus door ventilatie gebeurt en dat de andere helft de infiltratie voor zijn rekening neemt. Dus ik deel hem door 2 en dan zeg ik 144 kuub per uur ga ik voor ventilatie invullen in de berekening. Gaan we weer terug naar de berekening. Dan moeten we dat gaan invoeren in de Excel. Hij wordt hier weer gedeeld door die 3600. Dus ik moet eigenlijk het aantal kuub per uur. Ik kan hem ook terugrekenen natuurlijk naar de ventilatiefouten en hier het volume van de woning invullen. Maar eigenlijk willen we hier gewoon het aantal kuub per uur uit hebben. Dus als ik één keer dat doe, één keer 144. Want ik had net in mijn berekening uitgerekend dat ik 144 kuub per uur ventilatie heb. Dan zie je inderdaad dat het aandeel infiltratie in deze bestaande woning behoorlijk aanwezig is. En dat dat een mooi punt is om straks te verbeteren als ik die woning ga verduurzamen. Dus infiltratie ligt redelijk hoog. Dan hebben we dus de ventilatieverlies en de transmissieverlies hebben we berekend. Dan gaan we hierna door naar de volgende video, omdat we dan de interne warmteproductie van zowel zon als personenapparatuur en verlichting gaan bepalen. Om vervolgens te kunnen uitrekenen hoeveel kuub gas we uitkomen.